Mijn eerste huwelijk startte in 1994. Toen was ik 24 jaar oud. En eigenlijk wist ik de avond van tevoren al dat ik de grootste fout van mijn leven ging maken. Maar ik durfde niet om te gaan vertellen van dat ik eigenlijk het huwelijk niet in wilde. En na 10 jaar heeft hij de stekker eruit getrokken. En eigenlijk, diep van binnen, was ik er heel dankbaar voor. Wat we gaan doen, is je gaat de belangrijkste leugen die je gelooft over jezelf op een spiegeltje zetten en die gaan we kapot slaan. Dus ik heb op het spiegeltje geschreven, doe mezelf nu nog na zoveel jaren wat. Ik ben het niet waard om van gehouden te worden. Dus zo ben ik ook dat huwelijk ingegaan. Dat eerste huwelijk. En daarna moesten we het spiegeltje kapot slaan. Nou, ik heb het met zoveel kracht en woede heb ik dat hele spiegeltje aan God geslagen. En ik denk, ja, daar is alles dus mee begonnen bij mij. Daar heb ik verkeerde keuzes op gemaakt. Op het feit dat ik me niet geliefd wist door niemand. En daarna mocht ik de waarheid er tegenover zeggen van ja, maar ik ben het wel waard dat er van me gehouden wordt. En dat heeft alles veranderd in mijn leven. Ik ben daarna betrokken geraakt bij Jeugd met een Opdracht. Tot het moment dat ik de echte DTS ben gaan doen van een half jaar. En wij kwamen daar aan met ons groepje, 10 man. En ik zie daar een man in de deuropening staan. En ik hoor Gods stem van binnen zeggen: dit wordt jouw man. Dat we echt een relatie kregen en dat was in 2009, augustus. Hij kreeg in mei kreeg hij de diagnose longkanker met uitzaaiingen naar zijn hoofd. En dat is je doodvonnis. Dus hij kwam daar op een kamertje terecht en ik kwam terug. En ik kon hem niet meer wakker krijgen. Ik denk, nou weet je, misschien ligt hij gewoon heel diep te slapen, dat kan. Hij is ook heel moe. Maar er was eigenlijk geen reactie. En ik kwam op een gegeven moment, de arts komt dan ook kijken. En die zei ook van, hij is in een soort coma op dit moment, maar ik kan je niet zeggen of hij wel of niet wakker gaat worden. Want dat kan je nooit zeggen bij deze vormen. Ik ben op de stretcher gaan liggen. Ik heb iets gedommeld, niet eens lang, denk ik. En ik werd wakker. En daar was God. En er was in mij zo'n immense vrede, nou ja, ik noem het altijd geëxplodeerd, van boven naar beneden. En ik was helemaal in de rust. En ik hoor God zeggen van Renske, dit is niet mijn plan met jullie geweest. Dit is niet de bedoeling. Maar je mag hem loslaten. Want mijn plan met jouw leven gaat wel gewoon door. En ik wist gewoon dat ik hem moest loslaten. Dus ik heb tegen hem gezegd van René, als je Jezus ziet, ga maar met hem mee. Het komt bij mij goed. En je mag gaan. Weet je, je hebt alles gegeven wat er in je zat. En het is genoeg geweest, het is klaar. En hij heeft nog een paar keer adem gehaald en hij was weg. Die vrede is er gebleven tot nu toe. En die gaat ook nooit weer weg. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik getrouwd ben geweest met René. Want door hem heen heb ik gezien wat een huwelijk kan zijn. En dat je volledig één bent samen in geest, ziel en lichaam. Dat je echt totaal verweven bent met elkaar. Wat ik niet in het eerste huwelijk heb meegekregen. En het meest dankbaar ben ik. Ja, toch voor het kennen van Jezus in al deze verhalen. En zijn leiding door de geest. Omdat ik zonder die relatie zou ik niet één van die verhalen hebben kunnen doorstaan. En zou ik hier eigenlijk menselijkerwijs gezien als een gebroken vrouw moeten zitten. Maar dat is niet gebeurd. Wat er ook op je pad gebeurt, wat je omstandigheden ook zijn. Hij is daar
En hij laat zich op bijzondere manieren zien op de allerdiepste momenten van je leven, zodat je weer hoop voor de toekomst krijgt.